Hallo. Ik moet even. Zo. Anders zie ik namelijk hierboven. Daar. Daar. Zie ik niet hoeveel tijd ik met jullie aan het babbelen ben. Wat voor filmpje wil ik vandaag maken? Vandaag wil ik een filmpje maken over de ombre nails. Ik had al wat in een vlog verteld. En toen had ik gezegd dat ik gradient nails wil maken. En dat was dan, ik heb nou niks op om, maar dat zou dan van licht naar donker of andersom gaan. Heb ik uitgeprobeerd met verschillende kleuren. Is me niet gelukt. Toen heb ik een artikel geplaatst op mijn website. Waarbij ik aangaf. Ik ga trouwens even het raam een stukje dicht doen. Zo. Ik had dus op een. In een artikel had ik aan jullie een plaatje laten zien van ombre nails wat ik had gemaakt. En of dat leuk was. En ik heb daar verschillende reacties op gehad. Ook op YouTube. Dat jullie dat wel leuk vonden om te zien. Dus dat ga ik vandaag doen. Wat heb je nodig? Een papiertje. Ik heb dan toevallig nu een gele, maar je kan ook gewoon een wit papiertje gebruiken. Een witte kleur, die voor mij is eigenlijk iets te droog. Dus ik ga mijn nu alvast even op zijn kop zetten. Zodat de kleur er zeg maar uit kan. Want het liefste natuurlijk een volle pot met mooie vloeibare witte nagellak. Dan een gewoon een nagelkwastje. Ik heb hem uit deze. dit is een topcoat. Maar vorige keer had ik dus met blauw gedaan. En was ik dus vergeten om mijn kwastje schoon te maken. En toen heb ik hem teruggedipt. En dit is nou wat er van is gebeurt. Allemaal blauwe dingen. Nou, maakt niet uit. Genoeg topcoats nog. Dan een kleur. Ik zou zeggen, kies niet voor een lichte kleur. Ik heb het ook geprobeerd met licht roze. Nou, dat werkt natuurlijk niet. Want anders kan je niet van licht naar donker. Dus ik heb nu. Oh, hij lijkt blauw. Het is geen blauw, jongens. Dit is een groen. Oh, hij lijkt echt heel erg blauw. Hij is niet blauw. Oh, guys. Hier misschien. Nou, hij is in ieder geval, hij is groen. En een topcoatje. Wat we dus gaan doen, is, ik ben nu dus mijn wit eruit laten stropen, zeg maar. En dan zal ik jullie even naar beneden halen. Zodat jullie kunnen zien wat ik doe. Oké. Ik ben nu, ik ga ook even met de wit, met het kwastje van de wit, probeer ik zoveel mogelijk product eruit te halen. Zo is het wel voldoende. Even kijken of jullie het wel kunnen zien. Ja, jullie kunnen het zien. Oké. Okay. Dan, wat we dan gaan doen is. Je begint natuurlijk met de allerlichtste kleur. Je mag zelf kiezen of je bij je pinkje begint met licht of bij je duim. Ik ga bij mijn pink beginnen. En dan neem je je donkere kleur en dan doe je maar één druppel. Zorg ervoor dat het ook echt één druppel is. Van die donkere kleur doe je in je wit. Die je zeg maar op het blaadje hebt gedaan. Eén druppel. Met je kwastje gaan we roeren. En je zult nu echt denken van, ja, maar dat is toch veel te licht? Nee. Want je begint natuurlijk met de allerlichtste kleur. Wat je ook had kunnen doen, is natuurlijk 5 verschillende kleuren nemen. Maar het risico daarmee is dat je niet, zeg maar, de ene groen is weer wat lichter, de andere groen is heeft weer een andere kleur erin, zeg maar. Als je snapt wat ik bedoel. Dus ik doe het maar gewoon zo. Dit is de eerste kleur. Heel licht, heel minty groen. Eigenlijk een hele mooie kleur. En dan gaan we voor de volgende nagel doen we weer een druk bij. Zo. Weer één druk en we gaan weer roeren. Of mengen. En ik dacht eerst bij mezelf van, ja, ik zie het kleurenverschil niet, dus het zal wel niet goed zijn. Het kleurenverschil zie je pas als je alles hebt gedaan. Dan zie je echt dat je
een wat donkerder groen, zeg maar, heb. Wat ik het fijn vind om een beetje tussen de nagels door, of twee nagels door, even de, het kwastje een beetje schoon te maken. Zo ga je eigenlijk verder bij elke nagels, doe je eigenlijk gewoon een drup bij. Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. En ik heb dit dus gezien bij een YouTube-guru, of tenminste guru, een make-up guru, een make-up artist, een Italiaanse make-up artist, die woont in Amerika, en die had dit als filmpje gedaan, en ik vond het erg leuk. We hebben nu drie nagels gedaan, ze lijken allemaal een beetje op elkaar, maar je zult zien dat je straks echt wel kleurverschil merkt. Voor mijn laatste nagel met de gemengde kleur doe ik nog een druppel. Wordt die weer wat donkerder. En de laatste nagel doe je natuurlijk gewoon met de kleur uit het potje. Wat mij ook erg leuk lijkt om te doen is van wit naar zwart. Met grijs tinten ertussen. De kleur op zich, de groene kleur die ik gebruik, is niet echt heel dekkend. Maar ik ga het er zo afhalen. En dit is dan het effect wat je krijgt. Ik zal het even kijken of je het kan zien hoor. Heb je hier de allerlichtste kleur, dan ga je steeds iets meer richting donker. En dan heb je uiteindelijk een hele donkere kleur. En dit is dan een beetje het effect wat je krijgt. En zo lijkt het alsof dit allemaal gewoon hele witte kleuren zijn. Maar in het echt, ik zal nog even een foto posten op mijn website. Of hier in het filmpje, maakt niet uit. Zie je echt dat kleurverschil heeft. Dus heel simpel eigenlijk. Zolang je maar een kleur hebt en een witte kleur hebt, dan toppie. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En bedankt voor het kijken. Doeg!